zijn de Cha-Cha-Cha's. Wij bestaan 3 jaar. Het zijn allemaal jonge mensen. Wij maken onze wagen zelf. Ook onze kostuums. En we proberen via koeken te verkopen naar ons geld te geraken. Ik speel vandaag een soort dry queen. Dat meedoet bij de IJskoningin. Goedenavond, Frey. Goedenavond. Normaal gesproken kennen we beter als reporter van Belgium Online TV. Vandaag zien we je in een carnavalkostuum. Hoe weet je dat? Wel, dat is iets anders, hè. Een keer iets anders dan reporter. En het is een hele groep vrienden die meedoen aan een carnaval. We zijn gisteren al goed geëindigd, we zijn tweede geëindigd. En we hopen vandaag dat ook zoiets te mogen doen. Dus, De eerste plaats zou natuurlijk beter zijn, hè, met zo'n mooie wagen. Dat klopt, maar het probleem is, er zijn hier veel grotere wagens ook. En oké, we hebben ons best gedaan. Het is inderdaad een hele mooie wagen. Onze choreografie is goed, dus we hopen dat de jury ons goede punten gaat geven. Ik ben Sophie. Van welke carnavalvereniging bent u? Van de KV De Samsons. De Samsons? Ja. En waarom zijn jullie dan in Smurf verkleed? Omdat de Smurfen jarig zijn en de Samsons zijn ook jarig. Aha. Maar hoeveel leden zijn jullie? Met een stuk of 20. En wat denken, zitten jullie in de prijzen vanavond? Ja. Ja? Ja. Ik zie op jou staan, jury. Ja, ik ben jury, dus ze hebben mij aangesproken om punten te geven op de kwaliteit van de wagens. Dus ik trek me niks aan van de animatie, enkel van de kwaliteit van de wagens. Dus hoe dan de wagens gemaakt zijn, of dat polyester is, hout, en of dat, ja, hoe mooi dan ze zijn ook. Maar dus ik kom me niet bezig of dat ze zich amuseren of zo, daar zijn andere juryleden voor. Voorbereiding van de carnavalstoet? Ja, ik ben iedereen aan het schminken in het zwart, want wij beelden van Ali Ali Zimbabwe uit. Dus ze moeten allemaal zwart gemaakt worden. Hey!